Teach me how to doggy. Teach me how to doggy. Teach me how to doggy. All my dogs love me. All my dogs love me. Vraag voor jullie. Ik weet nog niet of dit normaal is tijdens een zwangerschap of niet. Hey jongens, zit in de auto. Met een broodje kaas. Oh, dan zie je mijn wenkbrauw niet. Dat lijkt echt op zo'n bij of een wesp. Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie zien, zie ik er niet uit. Ik ben even bezig, want toen we in Suriname waren, heb ik van mijn tante uit Suriname pure kokosolie gekregen. Maar die was aan het stollen, dus ik ben nu even bezig met het ontstollen. Ik gebruik deze pure kokosolie voor mijn buik in te smeren. Voor, de streamen kan je sowieso niet tegengaan, want dat is gewoon genetisch bepaald. Dus als jouw moeder bijvoorbeeld heel veel streamen heeft, dan kan de kans dat jij streamen gaat krijgen ook heel groot zijn. En mijn moeder heeft echt lijpe streamen, dus ik ga er ook vanuit dat als mijn buik een stuk groter is, dat ik dan wel streamen ga krijgen. Ik ga even mijn gezicht insmeren. Ik heb mijn gezicht gereinigd met Delia Skin producten. Ik ga nu de Hydra Seal crème opdoen. En daarna de Shade Away crème. Die kokosolie ruikt trouwens echt totaal niet lekker. Het ruikt naar een beetje verbrande nootjes of zo. Maar het hydrateert je huid wel echt kapot goed. Ook omdat het gewoon pure kokosolie is, niet gemixt met iets. Dus daarom ben ik heel blij dat mijn tante deze aan me heeft gegeven. Nou, hij is nu wel goed genoeg gesmolten dat ik een beetje eruit kan halen. Het stollen duurt trouwens best wel lang hoor. Dat gebeurt binnen 2 dagen of zo. Want deze substantie, was die best wel lang voordat hij ging stollen. Maar hier smeer ik dus mijn buik mee in elke dag. Nou, ik heb mijn buik ingesmeerd. Zoals je ziet, helemaal shiny. En tot nu toe, ik heb wel een paar streamen hier hoor. Hier zo. En je ziet wel echt dat ik die dikke streep hier op mijn buik gekregen. Je ziet hem heel licht. Ik weet niet of je hem ziet op de camera. Maar in ieder geval, ik ben nu 21 weken. Maar het lijkt gewoon nog steeds op, ja, vet rol, zeg maar bij mij. Als je zeg maar echt zo'n platte buik hebt, dan zie je gelijk zo mooi rond. En bij mij duurt dat denk ik nog wel 4-5 weken dat die echt gewoon mooi rond is. Maar ja, ik ga nog een beetje kokosolie zetten, want het voelt zo lekker. Ik wil echt dat jullie konden voelen hoe het voelt. Heerlijk. Dikke shout-out naar mijn tante Vivian voor het halen. Nou, mijn buik is helemaal ingesmeerd, dus we kunnen weer gaan. Eerst gebruikte ik deze van de Ethos buikcreme. Omdat ik, deze had ik gehad van de Venus tante. Maar ik vind hem niet heel goed of zo. Dus ja, waarom zou ik kiezen tussen Ethos merk en pure kokosolie? Everybody will choose de pure kokosolie. Oké, ik heb dus een vraag voor jullie. Ik weet nou niet of dit normaal is tijdens een zwangerschap of niet. Want ik heb het eigenlijk nergens voorbij zien komen. Het zijn eigenlijk 2 dingen. De eerste is dat mijn tepels, het is niet normaal, ik zal het nu even laten nemen. Ik zal het niet laten zien, maar mijn tepels zijn gewoon zo droog geworden. Echt korstig. Dat ik echt dacht van, wat is dit? Dus die smeer ik nu ook elke dag in met die kokosolie. En ik ben nu dus 21 weken. En ik heb gewoon nog steeds geen eetlust. Terwijl ik zou denken dat ik juist heel veel eetlust zou hebben. Dat ik echt nergens van af kon blijven. Ik eet natuurlijk wel gewoon fruit. Het is niet dat ik misselijk ben. Want heel veel mensen op Snapchat hadden ook gevraagd van, komt het door je misselijkheid dat je geen eetlust hebt? Dat is het niet. Want dat is gelukkig wel weg, die misselijkheid. Maar ik eet wel gewoon fruit, groentes. Want ja, ik heb natuurlijk wel een kleine baby in mijn buik. En die moet gewoon vitamines krijgen. Maar als het aan mij ligt, ja, kan ik gewoon heel de dag niks eten. Want ik heb gewoon geen zin in eten. Dus dat zijn de 2 dingetjes waar ik benieuwd naar ben. Hebben jullie ervaring of heb je dit ook ooit meegemaakt? Als je soms gaat laten weten in de comments. Zodat ik me niet meer heel raar voel en alleen met deze problemen. Nou, ik heb mezelf even klaargemaakt. Ik heb de lashes op van Russian Volume. En als het goed is, als deze vlog online staat, zijn ze weer op voorraad eindelijk. Want ze waren echt heel lang niet voorradig. En dat komt ook omdat de levering zo lang duurde. Kom, baby. Kom maar. Kom maar, baby. Ja, je wilt heel de dag aandacht, hè.
Sinds mijn andere hondje is overleden, wil Peanut zoveel aandacht. Want eerst speelden ze altijd met elkaar. En nu echt elke seconde is ze aan het piepen omdat ze aandacht wil. Of aan mijn been aan het krabbelen. Dus dat is wel zielig. Maar ik dacht ook, ja, ik wil nu niet gelijk een nieuwe hond kopen. Want dan lijkt het alsof ik, zeg maar, Brownie wil vervangen. En ja, dat is niet het geval. Dus... En ik krijg natuurlijk ook een kind. Dus nog een hele hond opnieuw zindelijk maken, opvoeden. En nog eens zwanger zijn en daarna een kind krijgen wordt mij toch wel eventjes iets te veel. Dus misschien over 2 jaartjes gaan we een vriendje of vriendinnetje voor je halen, ja? Alleen het probleem is, Peanut blaft letterlijk niet alleen naar honden, maar stenen zelfs naar de lucht. Als ik haar uitlaat, ze begint gewoon gelijk met blaffen, terwijl er misschien niet eens iets is. Wat kan ik daartegen doen? Want het is echt irritant. Nou, mama gaat jou even uitlaten. Dan een pakketje voor papa opsturen. En dan gaan we naar werk, hè? Mama, lieve dochtertje. Zo schattig. Kijk nou hoe lief. Het boeit haar ook echt niet. Ze wil alleen maar knuffelen. Mwah. Mama's dochtertje. Peanut. 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 Peanut, Peanut. Oh, ik heb Peanut aan de necklace. Oké, jij de necklace. En de doggy. Oh my god, de doggy. Ja, je bent de doggy. En je kan de doggy. Teach me how to doggy. Teach me how to doggy. Teach me how to doggy. All my dogs love me. All my dogs love me. All my dogs love you. You ain't fucking with my doggy. Oké, nu is het echt klaar. Dus ik zit nu in de auto en... Ik heb dus mijn zure matten in de vriezer gedaan. En I love it. Dit is zo lekker crunchy. Echt aanrader. Aanrader. Jezus. Oh, lekker. Sinds deze zwangerschap heb ik echt alleen maar zin in zuur of zout. Maar ik had dus gelezen als je een jongetje hebt, dat je daar heel veel behoefte aan hebt. Zuur en zout. Maar is zoet echt totaal niet. Ik heb echt geen cravings aan zoetigheid. Ik had wel gisteren een cupcake gegeten, vond ik wel lekker. Maar ik zie dat ik daar heel de tijd cravings naar heb. Zo. Maar cravings zijn sowieso een beetje weggegaan. Ik had eerst heel erg cravings naar raketijsjes. Dat is nu eigenlijk ook wel klaar. Appelsap ook. Dus ik ben nu aan het denken, moet ik echt kosten. Daar geen zin in. Maar in het begin had dat juist wel heel erg. Dus ik vind het wel grappig dat... Ik het eerst zo lekker vond en nu echt afkeerde tegen hem. Vertel even over haar. Nou, we zijn op werk. Wat zei ze? Dat ik er goed uitzag? Peanut is mee. Kijk nou, schattig. Ik heb een funny shoutje om nee gedaan. En 2 gaten ingeknipt. Peanut, Peanut. En een collega van ons heeft lumpia's gemaakt. Maar er zit peper in, dus ik krijg sowieso maagzuur vandaag. Hey jongens, het is alweer een nieuwe dag. En vandaag is het woensdag. En ik ga vandaag iets doen wat Davine me heeft gezegd om al een tijdje te doen. Ik ga een therapiesessie doen. En ja, eerlijk. Het is wel anders. Dit is gelijk met de camera. Ja, klopt. Dit is voor Vijs. De opnames duren 4 uur, maximaal 5 uur. Dus het wordt een heftige therapiesessie. Ik heb ook nog nooit een therapiesessie gedaan. Ook al wou ik het wel... doen, maar ik heb nooit die stap genomen om het daadwerkelijk te doen. Maar ik vind wel eigenlijk zo'n therapiesessie is wel echt privé. Maar ik denk dat hun toch wel anders doen. Zeg. Ja, ik mocht ook zelf doorgeven over dingen die ik echt totaal niet wil hebben. Dus ja. En voor de rest, ja, heel mijn leven staat op internet. Dus wat weten mensen nou niet van me? Bijna alles. En ik heb echt honger, maar dat het daar eten is geregeld, dus hopelijk is de catering een beetje lekker. Open to 10 for you and your friends. You know how I spend in H-O-U-S-T-O-N. I get too crazy, had a little bad enough. We stay good friends, we get too wavy. All I know is that when this cup ends, the next one begins. My babe, you know me. Jongens, ik ben terug van de opnames met Vijs en ik heb mijn make-up afgedaan. Ik lig nu. Oh, raam staat open. Dag, hoe is het zo koud hier? Oh ja,
Ja, en ik heb mijn zwangerschapskussen. Ik heb deze niet gekocht. Ik heb deze gekregen van een vriendin, ze heet Chanel. En ze was zelf zwanger en haar kindje is nu 2 weken. Dus ze moest van die kussen af. Dus heb ik hem overgenomen. Ik heb hem natuurlijk wel gewassen voor de mensen die denken, ze heb je hem wel gewassen? Ja, ik heb hem gewassen. Maar de therapiesessie, ja, hij duurde gewoon 5 uur lang. En de aflevering die wordt geknipt tot 25 minuten. Maar deze therapiesessie, wauw. Ik ben echt een beetje anders gaan kijken naar mijn leven. En ja, ik heb het eigenlijk niet heel vaak over. Omdat ik hou gewoon van om over domme dingen en grappige dingen te praten. Maar ik heb best wel veel dingen in mijn leven die ik nog niet echt heb verwerkt of zo. En daar zijn we eigenlijk een beetje inhoudelijk op ingegaan. En ik heb er echt lopen janken. Pff, en ik vind mezelf echt lelijk als ik huil, ook met snot en zo. Maar ik ben echt heel blij dat ik die opnames heb gedaan. En ik zit toch te denken om misschien toch wel therapie te gaan nemen. Maar ja, dat is gewoon echt, die stap voor mij is gewoon zo groot. Het was dat ik was gevraagd voor deze opnames, dat ik dacht van, ja, ik wou het altijd al een keer doen, dus laat maar het doen. Maar sowieso een dikke shout-out naar Feist Nederland, dat ik deze opnames mogen doen. Ik heb trouwens ook een goodiebag gekregen, dus laten we die even gaan unboxen. Ja, hier hebben we de tas van Feist. Even kijken wat erin zit. Een t-shirt. Dat is trouwens ook met Daf daar, dus we hebben ook extra shirtje voor hem gekregen. Die is het op Wijs. Die hebben we 2 keer gekregen. Ja, dit is dan die andere. Oh, nice. Een sjaal. Oh, maar deze is wel heel stylish. Don't talk to me if you're broke, okay? Very stylish. Love it. En wat zit er nog meer in? Een envelop. Oh, met een shout op van een bonnetje. Zie je het? Kun je niet zien? Nee, hè? Ja, Vonneke Bonneke. Die heb ik niet eens gezien. Even kijken. Oh, what? Een Skins Cosmetic gift card van 100 euro. Zo, de UA. Nou, ik weet niet wat Skins Cosmetic is, maar super lief. En nog een envelop. Oh, deze ziet er wel heel veelbelovend uit. Oh, het is een geschreven kaartje. Vonneke Bonneke, dank voor je tijd en je openheid. We maken er iets moois van. Liefs, Vais. Super lief, man. En nog een shirtje. Oh, het is dezelfde. Nou, heb ik hier 3 Vais shirtjes. Much, much love. En ik hoop echt dat jullie dat interview gaan checken. Maar zodra het online staat, ga ik het in de vlog verwerken. Voor nu ga ik lekker slapen. Morgenochtend ga ik vroeg opstaan en naar Smit Optiek. Smit Optiek is een winkel. Een zonnebrillenwinkel. Een merken zonnebrillenwinkel. En even nieuwe planga's halen. Want het wordt alweer warm. Warm weer. Oh mijn god, en ik zie er echt niet uit vandaag. Maar ja, ik ga toch slapen. Niemand die me ziet, alleen de video. Maar ja, die ziet me toch half kwijlend, kwelbekkend in de nacht. Nou, ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgen weer. Ciao, ciao, ciao. Hey jongens, zit in de auto. Met een broodje kaas. Ik weet niet wat het is, maar dat is gewoon echt mijn guilty pleasure, gewoon broodje kaas sinds pregnancy. We gaan nu naar Utrecht en gaan we even naar de brillenwinkel Smit Optiek, had ik gisteren ook gezegd. En gaan we even kijken voor een snelle planga. Hopelijk kom ik in Utrecht. Je was gisteren al bij Utrecht. Bij Utrecht. Lekker broodje kaas met salami. Mm-hmm. Terwijl je zei dat ik zou stoppen met varkensvlees eten. Salami blijft gewoon te lekker. Voor alle salami strijders.
In de comments, salami is kier. Salami strijder. Ja, daar zijn we. Ik heb hier twee Dior brillen. Ze zijn zo pretty. Even kijken, deze was wel echt dik bij mijn outfit. Maar ik hou meer van zwarte brillen, want die past gewoon overal bij. En deze ook van Dior. Die is ook wel echt vaat. Oh, dan zie je mijn wenkbrauw niet. Dat lijkt echt op zo'n bij of een wesp. Nee, deze past niet bij me. Oh, deze groene is ook mooi hoor. Het is eigenlijk dezelfde, maar dan in een andere kleur. Deze, dankjewel. Deze is wel echt dik hoor, deze. Wat vinden jullie? Zet even in de comments. In de command. Oh my god, kijk deze bril. Deze staat ook wel echt keihard. Die ene bril die ik op had in Frankrijk, die was ook van ditzelfde merk, van Andy Wolf. En ik vind dat ze echt wel dikke brillen hebben, man. Ik lijk nu op een snelle bij. Oké, ik heb nu drie brillen. Dat is deze Dior, die ik net had. Stylish en fancy. Deze van Andy Wolf. Yes, work it. Maar het is ook deze van Versace. Die vond ik ook wel echt heel hard. Oh shit, zo tegen mijn edge aan. Kijk, deze heeft ook wel echt wat. Ik wou dat jullie nu hier bij me waren, want dan kon ik zeggen van oké, welke zal ik doen. Maar ik weet het niet. Dus laat even weten in de comments. Als ik de verkeerde keuze heb gemaakt, dan ga ik wel terug. Maar ik denk dat ik ga voor deze. Nou, ik heb niet kunnen kiezen, dus ik heb er twee genomen. En Daf heeft ook echt een hele mooie lange uitgekozen. Dus ik ga jullie straks laten zien welke hij heeft. Het is een... heb je die van Dior genomen? Het is een Dior zonnebril, maar hij lijkt heel erg op een Cartier bril. En hij heeft echt een hele mooie gouden gloed. Dus we gaan nu even aan het wachten tot onze brilletjes zijn ingepakt. En dan moet ik gelijk door naar werk eigenlijk. Want anders had ik het allemaal niet. De winkel in Utrecht is trouwens zo mooi. Ik vind deze echt de mooiste locatie die Sunoptic heeft. Onze brillen zitten in deze tas. Ik ga ze zo even unboxen. Want Pina zit op mijn schoot en dan kan ik niet bewegen. Ga je bij papa zitten? Bij papa zitten? Kom maar. Nou, we gaan ze unboxen. Een witte doos. Ja, dit is mijn Andy Wolf. Ik heb deze gehaald. Toch die witte. Deze van Christian Dior. Die groenachtig, army greenachtig. En Daf heeft deze gehaald. Ja, ik vind het echt een hele mooie Dior bril. Het lijkt op een Katja Schuurman. Met een gouden gloed. Ga je hem gelijk opdoen? Ja, is goed. Hij heeft een mooie gouden gloed ook, hè? Ja, wauw. Who's that sexy boy? Hey, who's that sexy boy? Who's that En onze schatje Peanut die zit achterin. Peanut! Hi! Mijn mama zit daar? Genie, jongens, genie. Ik heb nog nooit iemand tegen een zwangere vrouw horen zeggen. Je over buik de buik. Een trampoline. En hij zegt nog, ik denk dat je er goed op zou kunnen springen. Jongens, dat is Sramang 2. Is dat iets of niet? Ja, daar hebben wij net een broodje. En dat is lekker? Zeker. Nou, dan gaan we voor Sranan 2 vandaag. Sranan Dos, hè? Ik spreek jij Sranan. Hey, ik spreek wel een beetje Sranan Tongo. Fawa Kadushi. Dat is Antojaans. Dat is toch wel een beetje, hè? Die mix van jullie. Ja, Antojaans zuurnaams, hè? Eepelnatje. Ik wil een broodje kip curry. Nou, dan vinken we die voor jou aan. Met of zonder Sranan? Met. Ga even maar betalen, liever. Maar er staat er een foto bij van die kip curry. Ja, kijk even voor mij.
Maar ik wou tijd voor mijn vriend. Ja, en een Marcousa. Ik moet heel blij zijn. En een Marcousa sap. Nee, ja, al lekker hoor. Lekker. Al lekker zeg. Lekker. Was Noorden het of was ik het? We gaan Who Did It spelen. Het spel dat jij ons beter kan leren kennen. Ja, we hebben allemaal random vragen aan onszelf in een pot verzameld. En onze stagiair Anthony gaat zo een van die verhalen vertellen. En jij moet erachter komen wie het was. Ja, dus het is aan jou om te raden wie het heeft gedaan. Was ik het of was Noordin? Maar we kunnen ook bluffen. Anthony mag namelijk 1 vraag per persoon stellen. Zodat jij beter kan raden wie er de waarheid spreekt. Nou, Anthony, wat is het verhaal van vandaag? De stelling van vandaag is... Ik ben een keer de verjaardag van mijn moeder vergeten. Ja. Ja. Ik zie je denken. Noordin. Yo. Wat heb je gedaan om het goed te maken? Ik heb een taart gekocht. Ja? Ja. Dus dan was er boos op je geworden, zeg maar. Nee, dan komen de woorden niet boos, wel teleurgesteld. Oeh, die doet meer pijn, man. Die doet nog meer pijn. Ja, echt zo. Bon. Ja. Is het vaker gebeurd of is het 1 keer gebeurd? Eén keer gebeurd, omdat ik die dag een opname had. Dus ik was helemaal vergeten dat mijn moeders verjaardag was. En had je geen schuldgevoel? Dat sowieso. Nee. Maar ja. Ik kan de tijd niet terugdraaien, hè? Ja, Who Did It? Laat het even weten via de Funix app als jij denkt dat het Noordin was. Of Vonneke, en jij maakt kans op een goede deck. Laat ons weten in de Funix app wie het volgens jou was. Ik zei die ja gewoon weer, hè? Ja. Goed, wat doe maar. What are you talking about? I'm talking about... Nee, ze hebben weer die... Ja, laat het dan weten. Ja, dus ik moet even aan werken. Noordin die gaf me dus net even een tip dat ik best wel vaak op de radio zeg ja. En dan ga ik zeg maar door met waar ik mee aan bezig was. En dat moet ik dus eigenlijk even gaan leren skippen. Dat niet meer te doen. Ik dacht, je gaat nu zeggen, maar Noordin deed nu zelf, dus hij moet zijn bek houden. Ja, jij moet sowieso je bek houden, daar niet van. Nee, grappig. Nee, Noordin is vandaag een beetje gestrest, dus we laten hem vandaag met rust. We gaan even wat liever voor hem zijn vandaag. Lief, dankjewel, waardeer ik. Ja, en als jullie deze video zien... het is nu vrijdag. En Noordin te Vissa is vandaag. Ja. In Club? Club Claire in Rotterdam. Club Claire in Rotterdam. Hete dus... namen. Ikzelf, mijn saxofonist, La Junkom, DJ Mimi, Robin Roxette. Ja. Grote hete bende. Dus als je deze vlog kijkt en je denkt van, ik heb in de avond niks te doen. Ga naar daar, want het wordt kapot lid. Dankjewel voor het ontvangen. Graag gedaan. Het wordt €25. Nou, er zijn opeens 2 Teletubbies hier in de studio. Teletubbies zijn blauw. Blauw? Helemaal niet. Je hebt groen, paars, geel en rood. Oké. En die stofzuiger heb je? Noenoe. Die stofzuiger. We zijn even bij de schuimspaan aan het eten. Wat niet gereserveerd, ze moeten club outside, hè? Nou, ik ben nu in de badkamer, het is een lange dag. En ik dacht, misschien is het wel leuk om te laten zien welke skincare ik gebruik om te gaan slapen. Nou, eerst doe ik sowieso even mijn wimpers af. Het was een lang SD. Dan ga ik mijn gezicht reinigen met de Skin Essential Cleaner van Dahlia Skin. Nu ga ik mijn gezicht nog een keer reinigen met de Clear Foam. En deze is best wel mintig, dus hij prikt wel een beetje op mijn gezicht. Dan haal ik het met 2 sponsjes weg. Gone, loesoe. Ik begrijp echt niet hoe die beauty vloggers altijd zo'n mooie skincare routine kunnen filmen. Bij mij ziet het er altijd zo monsterlijk uit. Dan als laatste ga ik een cremetje zetten. Shade Away Nutrion. En als laatste de Shade Away crème. Dit was alweer de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En dat jullie even allemaal reageren onder de comments met alle vragen die ik heb gesteld. En dan hoop ik jullie weer volgende week vrijdag om 6 uur hier op deze plek op mijn kanaal weer te zien.
En dan wens ik jullie alvast een fijn weekend. Oh my god, later.